De meeste mensen in onze stad redden zich prima. Ze gaan naar school of werken, ze hebben vrijwilligerswerk of doen op een andere manier actief mee in de samenleving. Maar actief meedoen gaat niet voor iedereen vanzelf. Ouderen, mensen met een beperking of andere kwetsbare personen blijven soms aan de zijlijn staan. Samen met partners in de stad biedt de gemeente Utrecht deze inwoners praktische ondersteuning. Zodat ook zij echt onderdeel van de samenleving kunnen zijn. Het buurteam speelt een belangrijke rol in de activering van deze Utrechters. De professionals van de buurteams helpen mensen in actie te komen, de regie over hun leven te nemen en hun netwerk te gebruiken. Zij weten precies welk activeringsaanbod er is en geven hiervoor zo nodig een officiële zorgtoewijzing af. Ook de sociaal makelaars en de participatiecoaches van werk en inkomen hebben een rol bij de doorverwijzing naar het activeringsaanbod. Om welk aanbod gaat het nou eigenlijk? En wat is bedoeld voor wie? Sociale prestatie. Zo noemen we het laagdrempelige activiteitenaanbod voor volwassenen. Samen sporten bijvoorbeeld. Of klussen, computeren, samen koken en in de tuin werken. Iedereen mag meedoen en wie wil en kan, werkt mee bij de activiteit. Deelnemers die de stap naar vrijwilligerswerk kunnen en willen maken, krijgen daarbij individuele begeleiding. Het doel van sociale prestatie is dat mensen actief worden en blijven. Iets leren, iets maken, zinvol bezig zijn en hun netwerk opbouwen of uitbreiden. Er is op de achtergrond altijd een professional aanwezig om deelnemers hierbij te ondersteunen. Dagondersteuning biedt soortgelijke activiteiten, maar is bedoeld voor ouderen of mensen met niet aangeboren hersenletsel. De groepsactiviteiten helpen hen bepaalde vaardigheden te behouden en bieden vooral gezelligheid en sociale contacten. Voor mensen, vaak ouderen, die met veel begeleiding thuis wonen, is er dagbegeleiding. Groepen bestaan uit 8 tot 15 mensen en het vindt plaats bij een zorgaanbieder. Een verwijzing van het buurteam is nodig om mee te doen. Dagbegeleiding biedt sociale contacten, structuur, beweging en sluit zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke interesses van de bezoekers. En het ontlast mantelzorgers. Dan is er nog het aanbod aan arbeidsmatige activering. Dat noemden we vroeger dagbesteding. Wie hier met verwijzing van het buurteam aan deelneemt, oefent in een groep met werkvaardigheden en zelfredzaamheid. De deelnemers krijgen veel begeleiding. Arbeidsmatige activering is bedoeld voor mensen die moeite hebben om structuur aan hun dagen te geven. Er zijn verschillende modules, zodat iedereen geactiveerd wordt op een manier die bij hem past. De zorgaanbieder adviseert naar proefplaatsing van 3 maanden of de deelnemer op zijn plek is, of beter naar een andere module kan. Voor wie kans heeft om vanuit arbeidsmatige activering door te stromen naar betaald werk, is er de module op maat. In deze module krijgen deelnemers een jaar lang intensieve jobcoaching, met als uiteindelijk doel bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Er is dus heel veel mogelijk als het gaat om activering. Ongeveer 8000 Utrechters maken hier al gebruik van. De website jekuntmeer.nl maakt het vinden van passende activiteiten, scholing en werk heel gemakkelijk. Een ander hulpmiddel om naar het juiste aanbod door te verwijzen is de activeringswaaier. Daarin vind je ook informatie over de geldende wetgeving en de rol en taken van andere professionals. Geïnteresseerd in de waaier? Vraag hem aan via meedoennaarvermogen@utrecht.nl.